In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Lisa en zij is escort. Geven of ontvangen? Geven. Klanten met of zonder lichamelijke beperking? Met. Ruig of romantisch? Ruig. Camgirl of escort? Escort. Een maagd of iemand met veel ervaring? Maagd. Hoe ben je begonnen als escort? Ik ben eigenlijk in sekswerk begonnen door te webcammen. Ik was op zoek naar een flexibel bijbaantje en ik dacht aan thuiswerk. En dat ging ik allemaal googlen. Maar toen kwam ik op webcamsites uit. En dat leek me eigenlijk hartstikke spannend. Dus toen heb ik dat overlegd met mijn partner destijds. Die zei, ja, als je dat wil, moet je dat doen. En ben ik begonnen. En hoe is dat dan zo gegroeid naar escort? Ja, ik begon het webcammen op een gegeven moment een beetje eentonig te vinden. Ik kreeg een beetje vaste klanten. Die wilden een beetje iedere keer hetzelfde zien. Dus ik miste de spanning en het gevoel. Dus ja, ik ben gewoon gaan kijken naar andere dingen in de seksbranche. Ja, toen ben ik begonnen bij een escortbureau. Oh ja, dus dat was dan de eerste stap. Je hebt je aangemeld bij een bureau. Ja, ja. En toen? Toen had ik een sollicitatiegesprek. De eigenaar van het bedrijf kwam mij gewoon ophalen. En we zijn bij een wegrestaurant het sollicitatiegesprek gaan houden. Foto's naar hem opgestuurd, een tekstje gemaakt. Advertenties online gezet. En hij zei van ja, je moet niet verwachten dat het heel snel heel druk gaat worden. Misschien volgende week een eerste afspraak. Maar 2 dagen later had ik mijn eerste afspraak en ging ik aan de slag. Weet je dan nog echt je eerste afspraakje via dat bureau? Ja, ja, zeker. Hoe ging dat? Dat was een wat oudere man, hij was 81. Oeh. En ik was toen 20, dus dat is best wel een verschilletje. Wat dacht je dan toen je hoorde van hij is 81? Ja, ik had niet zoiets van, oh god, voor oude vent, dat moet ik niet. Want ik had ook aan kunnen geven, ik wil niet met mannen boven de 65 of whatever. Maar ik dacht wel van ja, oké, wat, weet je wel, wat dan? Wat wil zo iemand dan? En hij bleek dan weduwnaar te zijn en eigenlijk hebben we een kopje thee gedronken en gepraat. En hij heeft gepraat over zijn vrouw en uiteindelijk zijn we wel naar de slaapkamer gegaan en ik vond het niet afschuwelijk of zo. Het is niet, want ik merkte dat naarmate ik het aan mensen vertelde, dat mensen zoiets hebben van, oh man, moet je dat dan doen? En ik had dat niet zo. Het was eigenlijk heel fijn om zo iemand die intimiteit te geven en in het zonnetje te zetten, zeg maar. Je lijkt niet het stereotype escort. Is dat een verkeerde generalisering? Ja. Heel fel gelijk. Ja. Ja, ja, ik hoorde die ook wel. Ik hoorde die wel vaak van, oh ja, maar je ziet er helemaal niet uit als een sekswerker. Dan gaan mensen zo heel voorzichtig doen. En ik snap het wel, want er is inderdaad een heel erg stigmatiserend beeld van de sekswerker of de prostituee. Maar uiteindelijk, er is geen één soort sekswerker. Maar dat is wel het beeld wat je vaak ziet in de films en op het journaal. Bij NOS heb je zo'n foto van een vrouw in net kousen en een kort rokje. En ja, er is gewoon niet één soort sekswerker. En merk je dat ook eigenlijk aan je klanten? Dat die denken, oh, nou, dat had ik niet verwacht. Nou ja, ze zien van mij dus al een foto online. Oh, ja. Dus ze weten eigenlijk al precies wat ze kunnen verwachten. Maar zeggen ze het dan ook wel eens tegen je? Van, nou. Nee. Nee, ze spreken wel uit dat ze het heel fijn vinden dat ik zo open ben en dat dat vertrouwder voelt dan al het stiekeme gedoe. En met dat stiekeme gedoe, weet je wel, het dus niet zichtbaar op je website met je gezicht. Maar ik snap heel goed dat sekswerkers dat niet allemaal doen of dat de meesten dat niet doen. Want er zitten wel gewoon nog stigmabeelden in de maatschappij. En het kan dus echt nog wel gevolgen hebben voor de rest van je leven als mensen weten dat je sekswerk doet. Wat voor klanten heb je? Ja, van alles. Wat voor mensen lopen er door de stad op een zaterdagmiddag? Ja, echt? Ja, echt van alles. Is het zo divers? Heb je niet zeg maar een paar van subgroepen? Die ja, die heb je. Heel veel. Je hebt dat stelletje wat seksueel moeite heeft en denkt, goh, dat gaan we een keer doen. Je hebt mensen die gewoon een afspraak lang willen beesten en een feestje willen vieren. Ja, er is echt van alles. En welke soort klanten zie je dan het meest? Ik ben mezelf steeds meer aan het richten of de groep vindt mij steeds meer. Dat zijn mensen die zelf iets meer aandacht vragen of denken nodig te hebben of fijn vinden om te krijgen. Dus ik doe redelijk wat ontmaagdingen. Maar mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een beperking,
dat is een beetje mijn doelgroep. Ja, bijvoorbeeld mensen met een psychische aandoening of mensen met een beperking. Er is dan niks in jouw hoofd wat verandert dat die mensen dat hebben? Nee, er zijn specifieke dingen wat de afspraak dan anders maakt. Bij iemand met autisme moet ik bijvoorbeeld ervoor zorgen dat ik niet te laat kom. Dat vind ik dan nog wel eens moeilijk. Ja. Duidelijke afspraken maken, maar bijvoorbeeld ook duidelijker aangeven van dit vind ik wel fijn, dit vind ik niet fijn. En bij iemand met een lichamelijke beperking, ja, moet ik iets meer mijn yoga-trucjes naar voren halen om dingen een beetje mogelijk te maken. Ja. Dus het maakt de afspraak op die manier anders. Waarom kies je ook juist voor die groepen? Omdat ik het zelf dus heel leuk vind om echt een connectie te maken. En het is niet dat ik bewust kies voor die groepen, maar die mensen vinden mij sneller of makkelijker, merk ik. Want ik sta ook open voor iemand zonder een beperking of zonder autisme of whatever. Maar ik vind het wel belangrijk om echt connectie te maken. En dat iemand ook dat standaardbeeld van hoe seks moet zijn los durft te laten. En te kijken wat daar ontstaat in het moment. Betaalt iedereen evenveel voor je diensten? Ja. Nou ja, ik heb uurtarieven en verschillende pakketten die je kan nemen. Dus daar staan de prijzen van vast. Alleen als ik langer moet reizen, dan komt daar ook reiskosten bij. Maar dat is ook voor de afstanden, het staat gewoon vast, dus ja. En het is dus ook niet zo dat als je een autist, omdat je daar veel langer voor moet voorbereiden, of wat diegene, weet je wel, omdat je rekening moet houden met iemand? Nee. En ook niet als iemand een beperking heeft, dat het dan goedkoper of duurder is? Nee. 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 Ik heb nog een kinky girlfriend experience, waar dus bijvoorbeeld anaal bij zit of klaarkomen in mijn gezicht. Ja, daar vraag ik wel echt veel meer voor. Dat is ook een bepaalde ervaring die ik dan geef. En wat zijn dan een beetje je pakketprijzen? Nou, ik heb afgelopen januari besloten dat ik niet meer afspraken van een uur wil doen. Of eigenlijk alleen maar in mijn regio. Dus 1 uur is dan €220. Om dat een beetje te ontmoedigen ook. Maar als ik dan een keer een afspraak heb van 1 uur, dan heb ik wel €220. En dan 2 uur is €360. En zo bouwt dat een beetje op. En ben jij dan duur in vergelijking met andere? Ja, er is dus ook daarin is de branche heel breed. Dus vergeleken bij sommigen ben ik heel goedkoop. Geld. Ja, het is ook eigenlijk best wel veel geld. En maakt het dan voor jou ook nog uit wat iemand in zo'n afspraakje wil doen met betrekking tot de prijs? Ik heb standaard seksuele handelingen die er gewoon bij zitten. En dan bijvoorbeeld voor pijpen zonder condoom vraag ik nog wel extra. Geniet je van de seks met klanten? Ja, de ene keer meer dan de andere keer. Ja, in hoeverre is dat zo? Hoe vaak geniet je ervan en hoe vaak is het werk? Bij mij wordt het steeds meer zo, omdat ik heel erg aan het definiëren ben wat ik fijn vind en hoe ik het wil doen. En dat ik dat ook steeds duidelijker uitspreek naar mijn klanten. Omdat het veel meer gaat om het genieten van geven aan de ander. En daar hoort ook ontvangen bij. Maar het is toch op een ander niveau dan wanneer dat ik privé met iemand in bed lig. En wanneer is het dan voor jou echt werken? Als ik dus in de berichten al merk dat iemand alleen maar met zichzelf bezig is en heel vast beeld heeft van wat hij allemaal wil doen in de afspraak en dus niet open staat om te laten ontstaan, ja, dan spreek ik er al niet meer mee af. Is het bijvoorbeeld ooit wel eens gebeurd dat je echt gevoelens kreeg voor een klant? Jawel, wel vaker. Maar ik ben best wel snel verliefd, dus dat is niet een probleem of zo. Het is niet uniek. En ik dacht, ik was vroeger wel snel in paniek als ik dan merkte dat ik verliefd was op iemand anders dan mijn partner. Maar nu kan ik gewoon van de sensatie genieten en het laten zijn en er hoeft niks te ontstaan. Maar eerst had ik dat idee van, ja, oh, liefde is echt maar gericht voor, weet je, heel erg dat monogame beeld. Ja. Hoe reageerde je familie toen je vertelde dat je dit werk doet? Mijn moeder, die koppelde het een beetje met haar idee van BDSM, volgens mij. En die vond mij altijd al wel een meesteresje, dus die vond dat wel kloppen. Oh. Maar voor de rest, eigenlijk hebben we het er niet heel erg diepgaand over. Ik weet, mijn ouders zijn gelovig. En ik weet dat ze liever zouden hebben dat ik ander werk zou doen. Vooral vanwege het monogame. Omdat zij geloven dat één partner de manier is, de juiste manier is om te leven. En dat doe ik nu dus absoluut niet. Maar ik denk ook dat ze wel zien dat ik gelukkig ben. En dat ik ook iets beteken voor andere mensen. En ik denk dat ze dat stiekem wel leuk vinden. Maar het lijkt me wel een ding als je gelovige ouders hebt dat je dan moet zeggen, hi. Ja, klopt. Maar mijn ouders zijn misschien ook niet van die typisch geloof. Want ze zijn ook altijd best wel open geweest. En wij konden ook over seks praten thuis. Ja. En ze hebben ook altijd gezegd van ja, no matter what, je bent thuis gewoon welkom. Dus
mijn moeder gelooft ook heilig dat homoseksualiteit niet goed is. En als ik dan dieper met haar daarover in discussie ga, dan kan ze eigenlijk ook niet zeggen waarom dat dan zo is. Maar ja, het staat in de Bijbel, dus het is zo. Maar mocht mijn broertje homoseksueel zijn, dan is die thuis alsnog hartstikke welkom en houden mijn ouders nog steeds hartstikke veel van hem. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Heb jij je pasta eigenlijk het liefst helemaal doorgekookt of al dente? Ja, al dente, toch wel. Oh ja? Ja, mijn vriend is Italiaans, dus die kookt alle pasta's. Wat een topvraag dit. Ja.